Bitcoin is opnieuw door all-time highs gebroken. En de laatste keer dat dat gebeurde, faalde die vrijwel direct en begon die weer onder resistance te treden. Dus in deze video gaan we kijken of de all-time high break van deze keer wel daadwerkelijk ergens naartoe leidt. En dat we naar de $70.000 gaan treden en daar voorbij. Dus blijf plakken, we gaan hem gelijk bespreken. Ik neem jullie even mee in de Bitcoin chart. Hij staat nu op de dagelijkse grafiek. En eventjes terugkijkende, we hadden natuurlijk die all-time high die zichtbaar is hier. Die is ongeveer zo'n 2 weken geleden doorbroken en dat faalde vrijwel direct. Dus we hadden de doorbraak en binnen no time treden we daar weer onder. Ik had ook in mijn vorige video uitgelegd hoe dat kwam of wat een reden daarvan zou kunnen zijn. Is dat wij geen rustperiode hadden voor de break. Dus je ziet hier een enorme run richting de all-time highs en brak en kwam daarna vervolgens terug. Dus wat je eigenlijk wilt zien, wat ik ook aangaf, is wat zijwaartse price action. Dus dat kan in de vorm van een flag zijn, dat kan gewoon in de vorm van ja, gewoon letterlijk zijwaartse price action. En dan pas een break. Want wat je vaak ziet op het moment dat er zijwaartse price action is geweest en je krijgt dan een break, dat die dan wel werkt in plaats van dat je een enorme run krijgt door een level, dan zie je vaak dat het faalt. Dus die zijwaartse actie die hebben we gehad. Je kon ook iets van een flag tekenen, het was niet super duidelijk deze keer. En je had kunnen zeggen van nou goed, je hebt hier de bull flag. Break. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond hem deze keer niet super duidelijk. Want dan had je hem hier eventueel aan de longkant kunnen pakken. Maar er zat niet gelijk een beweging in. Dus de beweging kwam iets later. Dus dat was zo'n 2 à 3 dagen geleden. We braken vrijwel direct door dat oude all-time high heen en de zojuist gecreëerde all-time high. Dus dat was positief. Dus wat ik hier positief aan vind is dat we de all-time highs breken nadat we wat rustperiode hebben gehad. Dus dat is goed. Wat je nu wilt zien, en je ziet dat een beetje lastig gaat op dit moment, is dat Bitcoin ervoor zorgt dat hij boven all-time high blijft treden. Dus all-time high is een resistance punt. Dus als dat breekt, dan wil je dat hij daarboven blijft. Het gaat testen als support, wellicht wat zijwaarts gaat en dan een nieuwe beweging. Dat is wat je wilt zien op het moment dat iets een vorm van resistance breekt. Tot nu toe hangt die daar een beetje. Het is nog niet echt duidelijk van of we het respecteren, ja of nee. Op zich ook logisch, want we hebben echt een run gehad van 3 dagen rechtstreeks omhoog. Dus het is ook logisch dat we wat zijwaartse actie krijgen. Als we wat meer inzoomen en we gaan kijken naar bijvoorbeeld de 4-urige chart, dan zie je op zich dat het er ook gewoon nog positief uitziet. Hè? Je hebt die run door de all-time high en het is nu gewoon wat meer zijwaartse actie, wat positief is. Als we kijken naar de urenchart, daar ziet het er al wat minder positief uit. Maar goed, het urenchart is natuurlijk ook een vrij korte termijn tijdframe. Als we daarop kijken, dan kun je ook echt een trendlijn plaatsen. Dan lijkt het alsof die weer een beetje aan het flaggen is. Dus inzoomen, enorme run omhoog gehad. Het is eigenlijk de bedoeling dat we rond deze zone, dus deze blauwe balk, en dat is dus van de 67 tot aan de $66.000, dat we in deze zone blijven plakken. Dus je ziet hier een piek rond dit niveau en deze wordt dan vervolgens weer vastgehouden als support. Dus als we dit blijven vasthouden, dan denk ik dat het er goed uitziet voor Bitcoin. En dan zou dan, als we dat even uit moeten tekenen, dat zou er dan zo uitzien dat we die flag breken en dan richting weer een nieuwe high gaan. Als we dit level breken, wat hier zit, ja, dan gaan we dus weer opnieuw terug naar dat vorige all-time high level. En dan gaan we kijken of we dat kunnen houden als support. En dat betekent dat we nog de komende paar dagen wat veel meer en misschien wel de komende paar weken zijwaartse price action gaan zien. Dus even kort samengevat, op de uren ziet het er iets minder goed uit, maar dat is op zich logisch, want we hebben een enorme run gehad. En op een korte termijn tijdframe kan iets al snel er minder goed uitzien. Maar als we kijken vanuit een 4-urige perspectief en we kijken vanuit een dagelijks perspectief, dan ziet het er gewoon nog steeds goed uit. Ik denk opnieuw wat zijwaartse price action rondom de all-time highs. Als we dat weer even voor een weekje of zo kunnen doen en dan door kunnen blazen naar de 70.000 en daar voorbij, dan denk ik dat de bulls in Bitcoin erg tevreden kunnen zijn. Laat even weten wat jouw gedachten zijn over Bitcoin. Blijven we deze keer er nou wel boven die all-time high? Laat het even weten in de comments. Laat ook even een like achter en abonneer op het kanaal. Voor de mensen die interesse hebben in het daytraden en zoiets hebben van nou, ik wil wel graag starten, maar ik weet nog niet precies hoe. Je kan vanaf nu een gratis kennismakingsgesprek of strategiegesprek met ons inplannen. Dat kan middels de link die onder deze video staat. Het strategiegesprek is volledig gratis en dan gaan we samen met jou of met iemand uit ons team gaan we kijken of daytraden iets voor jou is en hoe wij jou kunnen helpen. Dus daar kun je je gratis voor aanmelden. En tot slot, ik spreek je in de volgende video.